een vlog over ondernemen in de schoonmaak voor de OSB. De OSB vroeg me om een vlogje op te nemen en ik dacht, ja, het is eigenlijk wel leuk om te vertellen wat we de afgelopen tijden hebben meegemaakt. Schoonmaak was in tijden van corona niet de meest vervelende branche om in te werken, tenzij dat je veel werkzaamheden verrichtte in de horeca of de recreatie. Maar de kantoren en de andere omgevingen die bleven gewoon vragen naar hygiëne en naar schoonmaak. Wel was het zo dat onze opdrachtgevers ook tegen problemen aanliepen. Er waren opdrachtgevers waar totaal niks meer binnenkwam. En er waren opdrachtgevers waar bijna niemand meer op kantoor zat. Ook waren er opdrachtgevers die zeiden er zijn geen leveranciers meer welkom in ons pand. En lieten daarbij ook de schoonmaak als leverancier maar buiten staan. Iets wat ik niet helemaal begrepen heb. Wat hebben wij gedaan? We hebben per opdrachtgever bekeken wat er mogelijk was. Wij zijn gestopt met de flexibele krachten. En daardoor bieden we de mogelijkheid om met mensen te schuiven en waar nodig te stoppen met werkzaamheden bij de kleine opdrachtgevers die totaal niks meer binnenkregen. De uren te verminderen en daarmee ook de kosten te verminderen bij de opdrachtgevers waar de panden leeg stonden. En zo hebben we eigenlijk met elkaar meebewogen. We hebben daar altijd een paar dingen bij in het oog gehouden. En dat is, wat is belangrijk? Belangrijk is om je opdrachtgevers te behandelen op de manier waarop je zelf als klant behandeld wilt worden. Maar ook om te kijken, je hebt er niks aan als iemand blijft schoonmaken op een object waar straks geen geld meer is om de factuur te betalen. Dus op deze manier hebben wij meebewogen met onze opdrachtgevers en hopen wij straks op de projecten terug te mogen komen op het moment als ze weer wat geld verdienen. En de schoonmaak weer te mogen ophogen op de panden waar wij de schoonmaak hebben moeten verlagen. Het verminderen van uren is niet altijd mogelijk als je contracten hebt, maar wat je wel kunt doen is kijken naar de specialistische werkzaamheden waar we normaal geen tijd voor hebben om deze juist op dat moment uit te voeren. En zo, ook op die manier konden wij meebewegen. Daarnaast hebben we natuurlijk een flinke run gehad op de desinfectiemiddelen. En die en het meebewegen hebben ervoor gezorgd dat wij niet direct omlaag gingen met onze omzetcijfers. En dat het allemaal nog mooi binnen de perken bleef. Het blijft een spannende tijd om te ondernemen, ook met het risico op medewerkers die in quarantaine moeten of langdurig ziek zijn. Maar één ding is zeker, hygiëne en schoonmaak daarbij staat bij iedereen hoog in het vaandel. En ik hoop net als iedereen dat we deze tijd snel achter ons kunnen laten en dat de vraag naar hygiëne en de belangrijkheid van hygiëne, dat die blijft. Succes met ondernemen!